Beste kijkers, hartelijk welkom op deze tweede dag van de locatiekeuringen. We zijn hier vandaag te gast bij de hengstenhouderij De Nieuwe Heuvel. En zoals jullie weten hebben we deze locatiekeuring georganiseerd omdat het niet mogelijk is om fokdagen en stamboekkeuringen te organiseren. In overleg doen we dus deze keuringen op locatie, waar de eerste keuringen alleen opnamerubrieken zijn en graadverhoging. Hoe ziet dat er dan uit? Wij werken nu met twee juryleden. Vandaag is mijn collega Esther Reen. Zij gaat lineair scoren en ondergetekende is dan op dat moment de voorzitter die ook het uitleg doet en het woord doet. En de videoregistratie is weer voor Adriaan Meijnersma. We gaan elk paard individueel keuren en naderhand komt ook direct de uitslag. Er wordt soms kan er een extra rondje gevraagd worden, maar er mag niet gewisseld worden per paard. En dat is hier ook zo, er zijn twee voorbrengers die de paarden steeds voorbrengen. Er is niemand verder aanwezig, geen publiek, geen eigenaren. Daar waar linten te verkrijgen zijn, die paarden die een lintje verdienen, die worden naderhand, komen die hier bij de trainingstal te liggen. En dan kan de mensen van De Nieuwe Heuvel deze aan de eigenaren geven. I always will welcome to our foreign audience, customers who will look at this curing. We have seen on Saturday there were a lot of people who were watching all over the world. And so also for you a welcome at this curing. We only cur the shield and older mares for inclusion in the stud book. En de studbook horses who are upcoming for upgrading to star. That's the only horses we are do the curing. We do organize this curing due to the corona virus because the rules are at this moment that we are not allowed to organize big curings, because there is too much people. So we do it like this way. Also for you a welcome, and I hope you will enjoy these curings. And now we will start with the first horse. Dat is nummer 1. Annemie. Dat is een jonge Annemie is een jonge Anders uit een beertmoeder. Fokker is AJM Kuiper en A. Soeterman in Melisand. En de eigenaar is Simone Hordijk-Harstedt uit Waddinxveen. De stokmaat is 1,61. The height of Wizards is 161.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 1. Annemie, de Anders keer Beert. Het is een merrie met ruimvoldoende rasuitdrukking. Met een correcte halsvorm. Het hoofd is voldoende sprekend. Een iets gerekte merrie, waar we graag zien dat hij iets meer opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap is ruim. We zien graag iets meer buiging in het spronggewricht. En ook in de ritme zou iets zuiverder kunnen. De draf, dan maakt hij wel veel houding. Blijft wat neerwaarts in zijn manier, in haar manier van draven. En het achterbeen toont actie. Men zou erbij wat verder onder de massa gezet moeten worden. En we zien ook graag meer schoudervrijheid. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is coming in the stud book with a third premium. The movements are sufficient. We'd like to see more uphill. And also the walk could be show is more regular. Ja, dames en heren, dan starten wij nu met nummer 2. Femke van de Groene Steeg. Dat is een jonge Bartle uit een Ulderik moeder. De fokker is B.M. Bulthuis en B.P. van Tevelen. Uit Wamel. De eigenaar is de heer M.K. Gorter uit Tiel. Stokmaat van deze merrie is 1,63. De heat of Wizards is 1,63. Hierbij dan de uitslag van nummer 2, Femke van de Groene Steeg, de Bartelkeer Ulderik. Een fraaie merrie, met een mooie bovenlijn, iets hellend in het kruis, met veel front, spreekt het hoofd. Heeft ook een hoog cijfer voor ras gekregen. Correcte bouw in die zin, kleine bemerking op de hellend van het kruis. Ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap zou iets meer ruimte en souplesse kunnen laten zien. De draf waardeert deze merrie zich weer op. Dan heeft ze veel actie. Een goede houding. Zal misschien allemaal ietsje ruimer kunnen. Maar deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is invited in the studbook with a star second premium. Very good racial type
and a good trot makes him a second premium star mare. En dan krijgen we nu nummer 3, dat is Dora. Dat is de Alwin uit een beerdmoeder. Fokker-eigenaar is mevrouw T. van Leeuwen Rocks in Langbroek. Stokmaat is 1,61. The height of Wizards is 161. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Dora. Dat is de Alwin keer Beert. Dat is een fijne merrie. Een merrie met een aansprekend in de voorhand. Veel manen, waardoor hij een ruim voldoende rasuitdrukking heeft. Hals staat er ook voldoende verticaal erop gesteld.
een langgelijnde merrie. Het middenstuk zou ietsje sterker kunnen. Het beenwerk is hard en droog. Wel een bemerking op de voorbeenstand. Het paard stapt met heel veel triet, met veel ruimte en met heel veel kracht. Daar heb ik een goed cijfer voor gekregen. In de draf heeft hij veel lossigheid, heeft voldoende houding. We zouden bij het achterbeen wat flitsender onder de massa kunnen zetten en wat meer kunnen doortreden. Het paard wordt gezien de stap en ras opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This horse, number 3, is in the studbook with a second premium, star second premium. He deserves that by his good walk and more than sufficient racial type. Dan gaan we nu verder met nummer 4, Francis van Friesenhof Altmark. De fok, dat is een Alwin keer Christ. De fokker is D. Elling en mevrouw P. Elling uit Klutse. De eigenaar is de heer M.K. Gorter uit Tiel. Stokmaat is 1,63. The height of Wizards is 163.
Hierbij dan de uitslag van nummer 4. Francis van Friesenhof Altmark. De Alwin keer Christ. Dus een reale merrie. Voldoende jeugduitstraling. Heeft wel heel veel hals. Met een mooie ronding ook in de hals. Hals staat er ook mooi verticaal, goed verticaal op. Het hoofd zou sprekender kunnen zijn. En we missen wat behang. Dus het cijfer verras. Zou ietsje hoger kunnen. De bouw. Dit is een gerekte merrie. Zou wat sterker in het middenstuk kunnen zijn. Heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. Maar wel wat een gehoekt en een lang achterbeen. Maar voldoende droog. De stap waardeert deze merrie zich op. Dan stapt Riaal. Met veel triet. Met ruim voldoende lengte en opvallende kracht. En voldoende in verbinding. De draf waardeert deze merrie zich heel erg op. We zien wel graag dat het achterbeen met iets meer snelheid onder de massa wordt gebracht. Maar heeft heel veel lossigheid. Maakt zich heel groot in de manier van draven. En maakt ook heel veel voorbeen. Waarbij het achterbeen een tikkeltje sneller kan, maar wel goed onder de massa wordt gezet. En gezien de stap en de draf wordt deze merrie opgenomen in het stamboek als een ster tweede premie. This horse is coming in the statbook with a star second premium. It's not his racial type. It's also not his conformation because he's a little bit weak in the middle. And the quality in the legs is sufficient. But the trot was special. The walk was very good. And his way of trot is special. Maybe a little bit quicker. But he makes himself great. And because the walk and the trot is good, that makes it a second premium starmare. Dan gaan we nu verder met nummer 5. Vrouwke van de Middengras. Een jonge reinder uit een Jisse moeder. De fokker-eigenaar is J.A. Ammervaan uit Maarsen. Stokmaat is 1,61. The heat with us is 161.
Hierbij dan de uitslag van nummer 5, Vrouwke van Middengras. De Reinderke Jisse van J.A. Ammerlaan in Maarsen. Het is een merrie die opvalt door haar fraaie voorhand. Het heeft heel veel front, hals staat er verticaal op, is lang, een mooi gebouw met veel nek. Voldoende sprekend in het hoofd. De bouw is vat hij wat in drie stukken. Namelijk mist hij het middenstuk. En in het bouw wordt ook zijn jeudige of wel of niet meegenomen. En wij missen wat de jeudige uitstraal. Dus dat maakt dat hij een laag cijfer voor de bouw heeft gekregen. Het beenwerk zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen en is gehoekt. De merrie die stapt correct, met voldoende ruimte, maar wel met een kracht. De draf waardeert deze merrie zich op. Hij heeft heel veel lossigheid. Heeft veel buiging in het spronggewricht. Brengt het ruim voldoende onder de massa. Met een mooi gebruik van het voorbeen. Gezien de bouw, beenwerk, wordt deze merrie opgenomen in het stamboek. Als stamboekmerrie zonder een premie. This horse is coming in the stadboek. As a stadboek mare without a premium. His walk was more than sufficient. His trot was special. A little bit, you can see he's a three-parted mare. You can see that back in his way of movement. But his technique in the legs, very bending in the hocks, good with suppleness. The trot was special, but the conformation and the quality of the legs makes him a studbook mare without a premium. Dan gaan we nu verder met nummer 6. Dat is Eefke. Dat is een jonge Sipke uit een Wopke-moeder. De fokker-eigenaar is J.A.A. van der Zande uit Leidschendam. Stokmaat is 1,66. The height of Wizards is 1,66.
Hierbij dan de uitslag van nummer 6, Eefke. Dat is een Sipke keer Wopke. Het is een merrie met een imponerende voorhand. Met een lang voorbeen. Met ruim voldoende rasuitdrukking. De bal wat bemerking op het middenstuk. Het beenwerk is erg gehoekt. En het voorbeen zou wat correcter in de voorbeenstand kunnen. Het paard stapt correct met voldoende ruimte. En in draf waardeert deze merrie zich op. Met veel actie. Heeft weinig tempo nodig om tot dragen te komen. Dus daar heeft hij een hoge waardering voor gekregen. Maar gezien bouw en kwaliteit beenwerk wordt deze merrie opgenomen in het stamboek zonder premie. This horse is in the studbook without a premie. Dus studbook without a premie, quality legs. And the confirmation could be better. A good trot. Dan gaan we nu verder met nummer 7. Dat is Dunia van de Meikade. Dat is een jonge Epke uit een Wiemermoeder. De fokker is W.E. Lokhorst uit Ederveen. En de eigenaar is T.E.D. Terpstra in Marsum. Stokmaat is 1,61. The height of Wizards is 161.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Dunia van de Meikade. De Epke keer Wiemer. Dus een merrie die wat in een extra conditie is. Waardoor die wat jeugdige uitstraling mist. Heeft een, zou wat iets meer rasuitdrukking kunnen hebben. Met name in de halslengte en in de halsvorm. Wel een sprekend hoofd. De bouw is sterk. Maar zoals gezegd zou die iets meer jeugdige uitstraling kunnen hebben. Maar is ook wat in een overconditie. Het beenwerk is voldoende wat kwaliteit betreft. De stap is ruim en met veerkracht. De draf is ook ruim voldoende met veel actie en voldoende lossigheid. Maakt ook wel houding in de draf. En dat maakt vanwege de stap en de correcte manier van draven dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is coming in the studbook. It's a star second premium. The why? Because the walk is good, good rhythm, and also good space in the passes, and the trot much action, and makes himself in a good posture. So it is a star mare second premium. We are missing with this horse the use. Dan hierbij de gegevens van nummer 8. Dat is Demi van Zevenhuizen. Dat is een tjalle keer Reinder. De fokker is de familie van der Hoeven in Bunschoten. De eigenaar, de heer M.K. Gorter in Tiel. De stokpaard van deze merrie is 1,61. The heat of Wizards is 161. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Demi van Zevenhuizen. De tjalle keer Reinder. Het is een merrie die iets meer rasuitdrukking zou kunnen hebben. Met name het hoofd kan wat spreken. Hals is voldoende verticaal gesteld. De merrie zou ietsje sterker in verbinding kunnen zijn. En wij bij de en iets meer jeugdstraling kunnen hebben. Paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk, iets hol in het voorbeen. De kwaliteit van de merrie
ligt met name bij de draf, want de stap zou wat meer door het lichaam kunnen en zou wat ruimer kunnen. Maar de draf, dan toont deze merrie voldoende oprichting, heeft een balans in haar manier van draven, met ruim voldoende lossigheid en ook voldoende houding. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. This horse is coming in a studbook with a third premium. We like to see better things in a racial type, especially the head. Could be more expressive. The conformation, we miss missing the youth. Quality legs is good. Then the walk could show us more space. And the trot was very good. Good bending in the hocks. And easy going with suspension. But the racial type, conformation in the walk, makes him a third premium mare. Dan gaan we nu verder met nummer 9. Dat is Alice van de Waterhoeve. Dat is een Gerbenkeer Liekele. De fokker is G. Gerritsen in Oosterhout. En de eigenaar is de heer A.E. Arning uit Kring van Dort. De stokmaat is 1,63. The height of withers is 1,63. Hierbij dan de uitslag
van Alice van der Waterhoeven, de Gerben keer Liekelen. Het is een merrie met voldoende rasuitdrukking. We zien wel het hoofd graag iets meer expressiviteit tonen. Ik zou ook iets meer manen kunnen hebben. Het totale beeld mist deze merrie wat jeugd. En valt wat weg achter het schoft, waardoor het middenstuk wat gezonken is. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, maar is daarbij wel gehoekt. En zou iets correcter in de voorbeenstand kunnen. Paard die stapt met voldoende ritme, zou daarmee iets meer kunnen ruimen. En in draf waardeert deze merrie zich wel op. En dan heeft hij veel buiging in het spronggewricht. En dan heeft hij ook wel de lossigheid. We zouden toch graag iets meer oprichting in de manier van draven willen zien. Gezien de lossigheid, goede manier van draven, wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is coming in the studbook with a third premium. Racial type is sufficient. We like to see the head more expressive. The total mare is missing a little bit the youth. It's also a little bit sunk in the middle. But good, strong horse. The walk, we like to see more length. And the trot, he's upgrading herself because she could go more uphill. This is good bending in the hocks and ook with a little bit suspension. So the mare is in the studbook with a third premium. Gaan we nu verder met nummer 10. First choice, Afinbo. Dat is een Epkeke Deutsen. De fokker-eigenaar is Helle Finbo uit Jülsminde. De merrie heeft een stokmaat van 1,60. De Heath of Wizards is 160.
Here is the result, because I do it in English, because the owner comes from Denmark. This mare, the result is that it is a kind mare with more than sufficient in racial type. She shows much use, so she got a good note for her conformation. The quality of the legs, the front leg with the toeing in, that is sufficient. And then what's the most difficult with this horse, that is the walk. Could show us more rhythm. The space is enough, but could show us more rhythm. She's upgrading herself in the way of trot. We like to see more uphill, but she using her body at the right way. The bending in hocks is sufficient, and also the space is good enough. So the note of the trot was good, but seems the quality of the walk and the quality of the legs, this mare is in the stud book with a third premium. Nummer 11, dat is Viana M, de Alvin Keer Deutzen. De fokker is M. Milgien uit Deuningen en de eigenaar is de heer Theo Wijnen, uit Wijk en Aalburg. Stokmaat van deze merrie is 1,64. De heat a wizard is 164.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Viana M, de Alwinkeer Deutzen. Het is een merrie, langgeleinde merrie, met een ruim voldoende verticaal gestelde hals. Ook ruim voldoende in zijn rasuitdrukking. Het hoofd zou misschien iets sprekender kunnen en iets meer nek kunnen hebben. Maar de merrie is wel heel lang gelijnd. De bouw ietsje strak in de bovenlijn. Wat we straks op terugkomen bij haar bewegingen. Dan de kwaliteit beenwerk is hard en droog. Maar we hebben wel bemerking op de beenstanden voor. Daar zou met name de voorbeenstanden zouden correcter kunnen. En de merrie is ook wat week gekoot. Goed, even wachten op het vliegtuig, dan zijn we daar weer. Dan nu de stap. Het paard stapt met voldoende ruimte, zodat ze er niet iets meer ritme kunnen tonen. Maar heeft wel voldoende ruimte en kracht. De draf toont het paard veel ruimte. Zouden we iets meer kracht in de achterbeen kunnen tonen. En zou daarbij ook iets meer souplesse kunnen tonen in de bovenlijn. Het heeft wel voldoende cijfer daarvoor gekregen. Maar gezien de kwaliteit van het beenwerk wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Then we go for this mare. This mare is coming in the studbook with a third premium. It's a nice mare to look at. It's a long-lined horse. Racial type is sufficient. We like to see a little bit more neck. And could be more vertical. The top line is very strong and the loins are straight, too straight. Then the quality of the legs is good. Quality is good, but not correct. Especially the forelegs are very toeing in. Then the walk is sufficient and also the trot, she goes uphill, but could show us more suppleness. But the quality of the legs makes this mare a third premium mare. Nummer 12. Dat is Diva van het Middengras. Dus een Anne uit een Abe moeder. De fokker-eigenaar is J.A. Ammerlaan in Maarsen. De stokmaat van deze merrie is 1,64. The heat of withers is 164.
Hier dan het resultaat van nummer 12. Diva van het middengras, de Onne keer Abe. Het is een merrie met veel statuur, een merrie met veel oprichting. Zou iets meer nek kunnen hebben, met ruim voldoende spreek in het hoofd. En ook ruim voldoende manen. Dat is een goed cijfer ook voor het rasuitdrukking. De bouw is sterk, ietsje neerwaarts, maar verder ruim voldoende. Heeft ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het is hard en droog en meer dan en correct. De stap heeft voldoende ruimte, voldoende kracht, ruim voldoende door het lichaam. Ook voldoende krachtig onder de massa gezet. In draf waardeert de merrie zich nog meer op. Dan maakt zij zich groot met buiging in het spronggewricht. Oprichting zou het voorbeen iets verder weg kunnen zetten. Maar het maakt dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is coming in a stud book as a star mare with a second premium. It's all over a good horse, good in racial type. We like to see a little bit more neck. The walk is more than sufficient. Good length in the pass. And the trot is good. Makes herself great in a good posture. And the hind legs is much bending. Front leg could be put a little bit more away. But it makes this mare a second premium mare of his trot, a racial type and conformation. Dan gaan we nu verder met nummer 13. Dat is de Jouwe keer Andries. De Dewey van de Walder Vee. De fokker is Blotenburg en Box uit Lunteren. En de eigenaar is Simone Hordijk Halstedt in Waddinxveen. En de stokmaat van deze merrie is 1,62. The height a wizard of this mare is 162.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 13. Dat is Davy van de Walder Vee. De jouwe keer Andries. Het is een merrie met veel rasuitdrukking. Heel vriendelijk voorkomen. Een hele mooie hals, goede halsrichting ook. Voldoende verticaal gesteld. Bruikbare hals. Voldoende kracht in het middenhand. Ietsje gezonken, maar wel goed in verhoudingen. Dan de kwaliteit beenwerk is ook ruim voldoende. Voldoende kwaliteit. We hebben wel een bemerking op de stap. De stap die mist soms een beetje het ritme en mist wat de takt. Er is wel een voldoende opgekregen, maar dat zou wat zuiverder kunnen. De draf, dan waardeert deze merrie zich enorm op. Dan maakt ze zich groot. Dragende manier van draven. Daar heeft ze ook een hoger cijfer voor gekregen. En dat maakt dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek met een ster tweede premie. The result of this mare is she's coming in the studbook as a second premium star mare. It's a good mare, good racial type. The conformation a little bit sunk in the middle part. The quality of the legs are sufficient, but we think that the walk is not always good and correct. Then the trot is special, good bending. She goes uphill. Good suppleness. She has a high note for that. So that makes this mare in the stud book with a second premium for racial type, conformation and the trot. Ja, dames en heren, dan beginnen we nu even met, als ik zeg het laatste paard, bedoel ik, heb ik misschien in het begin even moeten zeggen, we houden zo meteen even een pauze van een klein half uurtje. Dus vandaar dat dit voor de pauze dan de laatste merrie is. Nummer 14 is aanwezig. We gaan dus verder met nummer 15, Doutzen van F en R. Het is een Alwin uit een beertmoeder. De fokker is F. Plantinga uit Zurhuizen. En de eigenaar is Tal Herenbink in Lierden-Holthuis. De hoogtemaat van deze merrie is 1,71. This is the last mare. Then we have a break for half an hour. The heat wizard of this mare is 171.
En hierbij dan de uitvlag. Uitvlag van Doutzen van FNR. Dat is de Alvenkeer Beert. Het is een reale merrie. Merrie die goed in verhoudingen is. Ook veel ras toont. Is, zoals ik al zei, goed in verhoudingen. Het is een sterke bovenlijn, maar is wel erg strak op de lenderen. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. De stap, en dan blijkt dat hij geen last heeft van die strakke lendenen, is, de stap is ruim, met veerkracht en ruim voldoende door het lichaam. De draf waardeert deze merrie zich ook op. Dan gebruikt hij de bovenlijn op de ruim voldoende wijze. Hij heeft veel buiging, maakt zich groot, heeft ook lossigheid in de manier van draven. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een tweede premie. Voor een eerste premie had met name de bovenlijn iets anders moeten zijn. Dan de result of Ditske S. It's a very developed horse. She is very good in racial type. In the top line in the conformation is straight and the loins are very tight. But we don't see that back in the way of movement because the trot is the walk is strong. And has enough space, and also the trot is good bending. Then she using the top line at the correct way, but the quality of the legs was sufficient. But also the conformation makes that we stopped with a second premium mare. Goedemiddag beste kijkers. We beginnen nu met het tweede gedeelte van de keuring hier op de nieuwe heuvel. We beginnen zo met nummer 16. Also. Our friend from foreign countries, you're welcome. We start now with part two here at the breeding station, the Nieuwe Heuvel. And we start with number 16, Ditske S. De Gerben uit de Michiel moeder van de familie Swinkels uit Geldermalsen. En de eigenaar is T. Volmer uit Lunteren. En de hoogtemaat is 1,64. The height of a wizard is 164.
Hierbij dan het resultaat van nummer 16, Ditske S. De Gerben uit een Michiel. Dat is een merrie met een hele jeugdige opdruk. Fijne merrie, met veel merrie-uitdrukking ook. Ruim voldoende verticaal gesteld de hals. Mooie rasuitdrukking. Goed gebouwd in de verhoudingen. Misschien iets gezonken in het middenstuk. Correct beenwerk. Ietsje droger kan in de sprongen. Maar verder heel correct. De stap lijkt een beetje afgemeten, maar is toch met ruimte. Zou er bij iets meer buiging in het spronggewicht kunnen tonen. En de draf zou iets meer oprichting kunnen tonen. Maar gaat met veel gemak, veel souplesse. Waarbij het achterbeen iets meer kan doortreden. Maar gezien ras en bouw en eigenlijk alle ruim voldoende cijfers, wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Then we have the result. It is a second premie mare. Very good in racial type. She shows much youth. The conformation is correct. A little bit weak in the middle part. Correct also the legs. The walk is sufficient. A little bit more bending in the hocks. The trot is good. The hind leg could bring a little bit more underneath the body. But she has suppleness. We like to see a little bit more uphill. But she has a more than sufficient note for the trot. So it's a star mare with a second premium. En dan gaan we nu verder met nummer 17. Dat is Floor van Zevenhuizen. Dus een tjalle uit een beertmoeder. De Fokker is de familie van der Hoeven uit Bunschoten. En de eigenaar is de familie Lamme uit Loosdrecht. Hoogtemaat is 1,63. The height of Weathers is 1,63. Van Floor van Zevenhuizen, de tjalle uit een beertmoeder.
Het is een merrie met een jeugdige opdruk. Met een zeer aansprekend front door de mooie halsvorm. Die ook mooi verticaal vanuit de rompenrichting komt. Dat maakt dat hij veel rasuitdrukking heeft. Met een kleine bemerking op het wat lange voorhoofd dat iets sprekender, op het lange hoofd dat iets sprekend zou kunnen. In de bouw is voldoende sterk in de middenhand. Iets gezonken, een beetje hoog in het kruis. Het beenwerk dat straalt voldoende kwaliteit uit, maar is erg gehoekt. Het is een royale merrie. En de hoeven zouden iets meer formaat kunnen hebben. De stap, daar zou die iets meer kunnen doortreden. Dus de voldoende ruimte, maar zou erbij iets meer souplesse kunnen tonen. En in de draf, dan maakt deze merrie veel houding, maar blijft in zijn romprichting neerwaarts. En we zien graag dat hij het achterbeen wat meer in de vouw brengt en meer ondertreedt. Hij draaft nu wat met een hoog kruis, heeft wel een aansprekende voorbeengebruik. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is getting a third premium. It's a nice mare with a very good in the forehand, good arching in the neck. The head could be more expressive. Why a third premium? We like to see the movements a little bit better in quality. The walk could make more space. And in the trot, a nice use of the front leg with the hind legs should bring more beneath the body. He is now holding himself in the croup very high and is going downhill. So it is a third premium mare. Dan gaan we nu verder, dames en heren, met nummer 18. Dat is Felicia van de Meikade. Dat is een jonge eisen uit een Volkert moeder. Fokker-eigenaar is de heer W.E. Lokhorst uit Ederveen. Stokmaat is 1,69. De height of withers is 169.
beetje van weg gaan. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18, Felicia van der Meikade. Het is een eisen uit de Volkert Moeder. Een merrie die voldoende rasuitdrukking heeft, voldoende oprichting. Is een correcte bouw, mist wel de jeugd, is wat in de overconditie, maar wel goed in de verbindingen en ook in de goede verhoudingen. Het beenwerk hebben we wel wat bemerkingen op, en met name op de voorbeenstand. Dan de stap. De stap is voldoende ruim en voldoende het lichaam en ook toont ruim voldoende kracht in de manier van beweging. In de draf, dan waardeert deze merrie zich erg op. Is zeer aansprekend in de draf met veel houding en ook met een dragende manier waarbij zij zich heel mooi maakt met veel houding dus in de draf met een goed voorbeengebruik en achterbeen dat er goed onder wordt gevouwd. Dat maakt gezien de manier van draven dat deze merrie opgenomen wordt in de stamboek als ster tweede premie. This mare got a second premium. It's little bit more than sufficient in racial type and in conformation. We like to see a little bit more youth. The quality of the legs could be better, and especially the correctness in the front leg could be show us more correctness. Then the trot, the walk is sufficient. It's powerful, but could be a little bit more suppleness. The trot is special. She makes herself very good, goes uphill, is carrying herself in a good way. For that, she got a high note. And that, because she had such a good trot, makes that she is in the studbook with a second premium star mare. Dan gaan we nu verder met nummer 19. Dat is Emily. Dat is een jonge Sipke uit een Harmenmoeder. En de fokker-eigenaar is de heer J. Schaver in Linden. De stokmaat van deze merrie is 1,61. The height of Withers is 1,61.
Dan hierbij de uitslag van nummer 19. Het is een merrie met wat een massale opdruk. Wel een aansprekende voorhand, een goede halt, mooie haltvorm, goede ronding in de bovenlijn. Het hoofd is daarbij voldoende sprekend. In de bouw zouden we graag dat de lenden iets minder strak erin zouden zitten. En we vinden hem ook iets neerwaarts in de bouw. Het is wel een merrie die voldoende lange lijnen bezit. Dan de kwaliteit beenwerk. Dat is voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook voldoende correctheid. Voor een hogere notering zou er iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Ook een beetje wat hol in het voorbeen. Dan de stap. De stap die zouden wat meer souplesse kunnen tonen en ook wat meer ritme daarin. Dan de draf. In de draf heeft hij toch moeite met de coördinatie. Ook moeite om tot zelfdraging te komen. Zouden we graag in meer souplesse willen zien. Heeft wel buiging in het spronggewricht. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Here are the results of Emily. It's a studbook without the premium. We have a, like the racial type is sufficient. Especially in the forehand. She could show us a little bit more youth. She's good parted, but we like to see more in the conformation, more built uphill. Then the trot could, the walk could make more space and more rhythm. Also in the trot, she's very tight at the loins, and you can see that back in the way of movement, especially in the trot. Good bending in the hocks, but could show more suppleness so that she will come more tot self-carrying. It's a stud book, mare. Te praten. Sorry even voor dit oponthoud. We dachten dat de verbinding verbroken was, maar we kunnen doorgaan. We gaan dan ook verder met nummer 20. Dat is Diana P. Een jonge Alwin uit een uwe moeder. De fokker is J.H.C. Kreboom Varik. En de eigenaar is D.H. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berlikum. De stokmaat van deze merrie is 1,65. De heet a wither is 165.
Dames en heren, hier dan bij de uitslag van Diana P. Dat is de Alwin keer Oewe. Het is een hele fijne merrie om naar te kijken. Het merrie straalt ook veel kwaliteit uit. Het is een ruim voldoende rasuitdrukking. Iets langer in de hals zal misschien niet meer staan. Maar toch een fijne merrie. Ook heel fijn in het beenwerk. Voldoende hardheid in het beenwerk. Ook voldoende correctheid. Het sterke punt van deze merrie is met name ook de stap. Merrie stapt met veel lichaamsgebruik en ook veel ruimte. En met veel kracht. De draf heel veel souplesse. En daarbij ook iets meer oprichting misschien kunnen tonen. Maar wel met heel veel gemak komt hij fijn tot dragen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een eerste premiester. This is the first premium star mare, because it's a very beautiful horse to look at. Good parted horse, in the conformation could be a little bit more uphill. It's correct in the legs, and the walk is good, has quality. Also the trot, easy going, could a little bit more uphill, maybe also a little bit quicker. But she's very easy going and carrying herself, so all the notes is so good that she has that this is a first premium star mare. Niet in de gaten, ik had even niet in de gaten, dames en heren, maar dit is de laatste merrie geweest wat betreft de driejarigen voor de opname. We gaan nu over naar de 4 jaar en oudere merries voor graadverhoging. En dan beginnen we met nummer 0. Met nummer 21. Dat is Susan van de Waterhoeve. Dat is jonge Epke keer Deutsen. Fokker-eigenaar is G. Gerritsen uit Oosterhout. Ladies and gentlemen, we start now with a new group of horses. And that's our horses, studbook horses, who are coming for upgrading. We start with number 21. De stokmaat van deze merrie is 1,65. The height of Withers is 165.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van Suzanne van de Waterhoeve, de Epkeke Deutsen. Het is een merrie met veel rasuitdrukking, goede halsvorm, ruim voldoende sprekend het hoofd, ietsje lang. Een langgelijnde merrie die ietsje strak op de lendenpartij is. Het strekt voldoende correctheid in het beenwerk uit. Paatsjo geeft ons ook heel veel, of heeft een heel veel jeugdige uitstraling. De stap, dat is de bottleneck bij deze merrie, die mist ruimte en het juiste ritme. Die mist ook het lichaamsgebruik. En in de draf, dan blijkt dat het paard een sterke achterhand heeft. Hij drukt zich wat in de boeg, zou daarbij wat meer schoudervrijheid moeten laten zien. Maar wel een merrie met veel vouw in het achterbeen en ook krachtig onderzettend en met ruim voldoende houding. Deze merrie die krijgt vandaag een derde premie. Met name de stap is de bottleneck. Ladies and gentlemen, this mare is becoming a third premium. It's good in racial type, it's good in conformation, good parted. But we have seen that he is tight in the loins and that you can see back in the walk. The walk missed suppleness and also the good rhythm. The trot is good, strong, much bending in the hocks, but in the forehand she could use her forelegs more. She could make more space with the forehand, with the forelegs. She's a little bit going straight. She should go more uphill. Third premium mare. Gaan we nu verder met nummer 22. Dat is een jonge Sipke uit de Wopkemoeder. De fokker-eigenaar is J.J.A. van der Zande uit Leidschendam. En de stokmaat van deze merrie is 1,62. The high height of Withers is 1,62.
Dames en heren, bij de uitslag van nummer 22, de Sipke uit de Wopke. Het is een merrie met voldoende raasuitdrukking, met name is wat een sprekend hoofd. Hals is wat zwaar, komt wat diep uit de borst en zou wat meer lengte kunnen tonen. Op de bouw, wat we merken op het middenstuk, een beetje in twee gedeelten. De beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit, ook verder correct. In de bouw zou wel iets meer opwaarts gebouwd willen zien. En wat meer jeugd zou de merrie kunnen tonen voor een vierjarige. Dan de stap. De stap die heeft wel triet, heeft ook ruim voldoende lengte, ook ruim voldoende lichaamsgebruik. Dat zien we ook in de draften, waardeert deze merrie zich ook op. Heeft wel knieactie, zou erbij iets meer gesloten in de manier van beweging kunnen gaan. Maar heeft toch wel een goede cijfer voor de draf gekregen. Maar gezien de bouw en ras is het vandaag een derde premium merrie. Dus de third premium merrie, the way of movement are correct and are good, as well as the walk, as the trot, but racial type and conformation, we would like to see more quality, very heavy in the neck, and the neck is got also deep. Deep out of the best breast, and it could be more strength in the connections of the top line. Third premium mare. En dan gaan we nu verder met nummer 23. Dat is Alina R. Dat is een hette uit een Duitse moeder. De fokker is mevrouw D.J. Reuvers uit Dreumel. En de eigenaar is mevrouw Wendy van Lid uit Heers. Stokmaat is 1,65. The height of withers is 1,65.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3. Dat is Alina R, nummer 23. Dat is een hette uit een Duitse moeder. Het is een merrie met voldoende rasuitdrukking. We zien graag iets meer nek. Wel een merrie met lange manen en voldoende sprekend in hoofd. En de hals is ook voldoende verticaal gesteld. Op de bouw een bemerking met name op het middenstuk. Het is wel een massale merrie. Zou iets meer jeudige opdruk kunnen hebben. Maar een merrie die wat gezonken is in het middenstuk. Dat zien we ook terugkomen in de manier van bewegen. En dan met name in de draf. Als de rug een beetje naar beneden drukt. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. De draf, daar zien we dus veel actie, met name het achterbeen. Maar we zien ook dat hij wat in de boeg loopt. Zou erbij meer opwaarts moeten lopen. En ook meer schoudervrijheid zien we graag bij een merrie. Het is een merrie wat vandaag een derde premie. It's also a third premium mare. The racial type is sufficient. You like to see a little bit more neck in the... We have a notice on his conformation. He's very sunk in the midden part. We see that back, especially in the trot. He's very strong in the hind legs, good bending. And she's going downhill and puts her back down. And we like to see more freedom in the shoulder, so she brings the front leg more forwards. Third premium mare. We gaan verder met nummer 24. Dat is Blomke van de Groenesteeg. Het is een Alwin uit een Duitse moeder. De fokker is T.H. Megens uit Os. En de eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. De stokmaat van deze merrie is 1,65. The height of Withers is 1,65.
Hierbij dan de uitslag van nummer 24, Blomke van de Groene Steeg. Het is jonge Alwin uit een Duitse moeder. Het is een hele rassige merrie, goed opwaarts gebouwd. Iets meer lengte misschien in de nek kunnen hebben en een hals. Maar verder zeer aansprekende merrie, goede verhoudingen, hard en droog beenwerk. Merrie die stapte met voldoende ruimte en met voldoende souplesse. In draf maakte zich heel mooi, veel buiging in het spronggewricht met nodige lossigheid. En ook ruim voldoende kracht en snelheid in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag bekroond met een ster en daarbij een eerste premie. This mare is getting a first premium. It's very nice mare. Good racial type. The conformation is correct. And it's a good long-lined mare. The walk could be more space and maybe a little bit better in the rhythm. But the trot is special. She makes herself very beautiful. So she is a star mare with the first premium. Good conformation, good racial type and a good trot. We gaan verder met nummer 25. Dat is een jonge Epke uit een Tjalke moeder. De fokkerij is Tal Jede uit Vledder. En de eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. En de stokmaat van deze merrie is 1,65. The Heath of Wizards is 1,65.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 25. Dat is de Epkikke Tjalke. Het is een merrie met veel rasuitdrukking. Vooral in front. Maakt die stand ook veel front. Met de hals mooi verticaal gesteld. Ook voldoende rassig in het hoofd. Met ruim voldoende manen. In de bouw, correct, in die zin correct verbouwd dat hij lengte in het lichaam heeft. Maar wel een bemerking op de wat strakke lendenpartij. Heeft in het beenwerk, die zijn hard en droog op zich. Maar het kon wat realer in de hoeven zijn. De stap, dat is het beperkt. Daar zouden we graag meer lichaamsgebruiken willen zien. En ook meer ruimte. En dat is ook in de draf zo. Ze heeft wel actie. Heeft wel voldoende onderzettend achterbeen. Maar we missen het lichaamsgebruik. En we missen het dragend vermogen bij deze merrie. Dat hadden we graag willen zien. Het wordt vandaag een derde premie. Ladies and gentlemen, this mare is the third premium mare, good in racial type conformation. We have just one thing, and that he's tight in the loins, that we see back in the movements, especially in the walk, misses length and suppleness, and also the trot could show us more suppleness and could show us more self-carriaging. So it's the third premium mare today. Dames en heren. Dan gaan we nu verder met nummer 26. Dat is het Boukje van de Klaster. De vader is Vonger en die komt uit een Anton moeder. De fokker-eigenaar is O.M. Maus uit Koudum. En de stokmaat van deze merrie is 1,60. The height of Withers is 1,60.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 26. Dat is Boukje van de Klaster. De vonger uit een andere moeder. Het is een merrie die wat kort van hals is. Wel sterk indruk maakt. Maar zou erbij wat meer ras kunnen tonen. Met name lengte in de hals. En ook wat sprekender nog in zijn hoofd. In haar hoofd. En zou iets meer opwaarts gebouwd kunnen zijn. Wel een merrie met voldoende lengte in het lichaam. Lendenpartij is daarbij iets gezonken. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, in de voorbeenstand, een beetje de Franse stand. En de stap, daar zien we graag wat meer buiging in het spronggewricht. En ook meer lichaamsgebruik, meer souplesse. En de draf, daar toont ze veel actie, veel buiging in het spronggewricht. En ook een voorbeen waar ze actie mee maakt. Ze is voldoende reizend in de voorhand, maar ook daarin zou ze de bovenlijn iets meer suppressie kunnen tonen, maar dat is wel ruim voldoende. Ze waardeert er eigenlijk in de draf wel wat op. Vandaag wordt deze merrie ook weer bekroond, of wordt bekroond vandaag met een derde premie. This mare is getting a third premium. We would like more luxury in his model, especially longer in the neck and longer in the poll. And the head expression is sufficient. We like to see a more quality in the walk. And all the trot, she is much action, so that means she is good bending in the hocks and knee axiom, but we like to see more suppleness, more use of a top line. She has had a good note for the walk, but racial type conformation and especially the walk is that she is today a third preemie mare. Ja, dames en heren, dan beginnen we nu met nummer 27. Dit is de laatste merrie wat betreft de graadverhogers. Dan hebben we nog twee hengsten te keuren. En daarna komen de twee eerste premiemerries nogmaals terug. Nummer 27 is Annemiek van Visser. Dat is jonge Alwen uit de standerdmoeder. En de fokkereigenaar is T.C. Visser uit Lunter. De stokmaat van deze merrie is 1,62. De heet A Wizard is 1,62.
Bij dan de uitslag van nummer 27, de Alwin uit een standard. Het is een merrie met een correcte bovenlijn, een goede halsvorm, mooie ronding in de hals. Ruim voldoende in de manen, ook goed in een ras type. Het is wat jammer van zijn bruine kleur. En dat nemen we weer mee met het ras. Een correcte bouw met een correcte bovenlijn, zoals ik net al zei. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, alleen de hoeven die missen wat formaat. De stap, daar heeft hij wel eens wat moeite mee om dat een goede ritme te laten zien. Hij heeft wel voldoende kracht en voldoende ruimte. De draf, dan waardeert deze merrie zich nog het meeste op. Hij heeft veel houding, zou misschien iets meer kracht kunnen tonen, maar wel souplesse. Prachtig mooi voorbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag bekroond als een ster met een tweede premie. This mare is getting a second premium. It's a very beautiful mare, good in racial type. It's a little bit a pity that she's so brown of color. Then we see the walk. He could be have more rhythm and more space. But the trot is special. She makes herself beautiful, is going uphill. Could show a little bit more power, but she has suppleness, very good use of the front legs. So she's a second premium star mare today. Now we are finishing with the mares. We get two stallions, and when the two stallions are finished, then we get back the two first premium mares. We, as judges, are overlooking these mares again, and we have the system by that. For the foreign countries, then we also see first premium mares twice, because they can be upgraded to crown mare maybe. But the difference with the foreign countries, we are not telling the results of that. Why? Well, maybe there is a central curing, and when the central curing is organized, then the results of today are going away, are finished then. And when it is no central curing, then the result of today will be the finishing. That will be then the finishing judgment. So it's not the finishing judgment today. Esther and I will keep it secret, the results, and we don't tell it nobody. Neither the stud book is coming to know this result from the first premium mares. So after the stallions, we get back the two first premium mares. Na de starhengsten krijgen we de eerste premiepaarden nogmaals terug om te bekijken of zij ook tot kroon verklaard kunnen worden. Hoe dat precies verloopt, dat vertel ik straks nog even in het Nederlands. Dames en heren, we gaan dus nu verder met de keuring van de hengsten. Om tot ster te eventueel tot ster te worden verklaard. En we beginnen met Jerre van der Waterhoeven. Dat is een jonge bartle uit een Duitse moeder. En de fokkereigenaar is G. Gerritsen uit Oosterhout. De stokmaat van deze hengst is 1,63. The heat of Wizards is 163 of this stallion.
Hierbij dan de uitslag van nummer 28. Hierbij dan de uitslag van nummer 28. De eerste hengst. Een hengst die kan ster worden of geen ster. Een tussenweg is er niet. Jere van der Waterhoeven is een fraaie hengst met een fraaie voorhand. Veel rasje druk ik in het hoofd. Iets zwaar in de hoofdhalzenzetting en ook wat zwaar uit de borst vandaan. Is een beetje een gerekte hengst. Een beetje neerwaarts gebouwd misschien. Maar wel een hengst met veel uitstraling. En voldoende in de bouw. Het beenwerk zou erbij iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap is de beperkende factor. Je mist de lengte en de souplesse. En de draf waardeert deze hengst zich wel op. Maakt hij veel, toont hij de voldoende lossigheid, de voldoende voorbeen gebruik, waarbij het achterbeen iets meer zou kunnen doortreden. Vandaag wordt deze hengst geen ster. Today this stallion is no star stallion. It's good in racial type, conformation as well. But the walk, we would like to see more rhythm and more length in the passes. The trot is correct. Sufficient in suppleness, good use of the front legs, but the hind legs he should bring more beneath the body, so he is going more uphill. Today it's no star stallion. So this is the last stallion of this group. That's Dirk van Oostenburg. De laatste hengst dus, dat is een Alvin keer Norbert. En de fokker-eigenaar is de heer Aardehoek uit het Drachtster Compagnie. De stokmaat van deze hengst is 1,36. The height of Wizzes is 1,66.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze laatste hengst. Dat is nummer 29, Dirk van Oostenburg. De jonge Alwin keer Norbert. Maar het heeft voldoende rasuitdrukking, zou iets fijner in het hoofd kunnen, maar het wel een goede, correcte haltvorm die mooi uit de borst vandaan komt. Zou misschien ietsje verticaler gesteld worden, kunnen we zijn, maar het is wel een hele mooie, goede, bruikbare hals. Het is een lang gelijnde hengst, waarbij het middenstuk iets gezonken is. Het beenwerk, met name de beweging, leidt het gehoek meer in stand. Dan valt dat mee, het is wel hard en droog. Het paard had met name in de manier van stappen heel veel last van spanning. Daarom hebben we even langer door laten stappen. En bij de ontspanning dan zien we ook dat er meer zuiverheid in de stap komt. Met voldoende lengte in de stap. De draf waardeert deze hengst zich op. Heeft heel veel schoudervrijheid. Heel veel souplesse. Zou daarbij wel ietsje sneller in de beenzetting kunnen zijn. Maar met name op de laatste ronde dan komt hij iets terug. Vouwt hij het achterbeen goed onder de massa. Al met al is dit een sterhengst. Dus opgenomen als sterhengst. Dit is Star Stallion. It's a hengst with a beautiful in racial, good in racial type. The front, the forehand is very beautiful. A little bit weak in the middle part, but good parted, long croup. The quality in the legs are good. And she was nervous. But that's why he was nervous, so that we have let him go for a walk a longer time, and then he got more in his good thing. So then it's a good walk, 7 for that, and he was very special in the trot, a little bit quicker in his setting of the legs, but it's much suppleness. It's a Star Stallion. And dames en heren. Dan gaan we dus nu verder met de twee eerste premiemerries. Deze merries die zien we terug. Esther en ik die keuren deze merries nog een keer. En dan gaan we kijken of het ze wel of geen kroon kunnen zijn. Die uitslag maken we niet bekend. Dat is een voorlopige uitslag. En die uitslag die wordt pas officieel bekendgemaakt op het moment de centrale keuring niet doorgaat. Gaat de centrale keuring wel door, dan komt dit oordeel te vervallen. En dan zien we deze eerste premiemerries terug op de centrale keuring.
maar. Ja, dames en heren, we hebben de merrie nogmaals de tweede maal gekeurd op het eind van de dag. Wij overleggen zo meteen even wat we ervan vinden. En die uitslag die noteren we alleen wij tweeën. En of het wel een kroonmerrie wordt of geen kroonmerrie wordt. En zoals ik net al gezegd heb, gaat de centrale keuring niet door. Dan wordt die uitslag aan de eigenaar bekendgemaakt. Gaat de uitslag wel door, dan vervalt deze uitslag. En deze uitslag zal alleen bekend zijn bij Esther en ondergetekende. Well, ladies and gentlemen, we have overlooked this horse again. And we don't announce the result of this observation. We keep it secret, Esther and I. And when there is a curing, a central curing, then there will be no result of this day. And when the central curing is not organized, then we tell the owner the result of today. So we keep it secret till we know if the central curing is going on or not. Now we get the second mare, that's number 24. Ja, dames en heren, deze observatie is dan nu ook gefinished.
Hierbij sluiten wij deze locatiekeuring vandaag 6 mei af, hier op de Nieuwe Heuvel. We hebben onder schitterende weersomstandigheden, maar ook op een schitterende plek, deze merries kunnen keuren. Wij vonden dat er ruim voldoende kwaliteit was, met name in de bewegingsvormen. Er was hier en daar op de bouw, beenwerk, daar was nog wel eens wat op en aan te merken. Maar met name de beweging viel vandaag hier in positieve zin op. We sluiten af met twee mooie eerste premie merries. We willen ook de stal, de medewerkers hier van de Nieuwheuvel, heel hartelijk bedanken voor de goede samenwerking en de fijne manier van keuren hier. En misschien dat we hier dit jaar nog eens een of twee keer komen om onze volgende locatiekeuring te houden. Dus heren, bedankt hiervoor. Well, ladies and gentlemen, we finish here our keuring today. We thank you for that you have watched this keuring. I hope you enjoyed it. And I just say thank to the people here of the Nieuwe Heuvel. It was a very good organization, beautiful weather, good circumstances. So we had a good day, and especially of the day were the movements of the horses. Maybe we had something to say about the conformation, racial type sometimes, and the quality of the legs, but what was special today that were the movements and especially the trot. We had a good day, I should say. Maybe we see you back tomorrow at the breeding place of the Vermanen. Thank you very much.